Welkom bij Rotterdam Onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Met deze week nachtelijke werkzaamheden in de Maastunnel, weekendafsluiting van de Prins Alexanderlaan, de aanleg van een nieuwe rotonde op de Kralingse Plaslaan en de Bourgoense Vliet. Deze week is de Maastunnel door werkzaamheden een aantal nachten afgesloten vanaf de noord- naar de zuidkant. De afsluitingen zijn vanaf maandag 10 november tot en met vrijdag 14 november en in de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 november. De Maastunnel wordt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends afgesloten. Het autoverkeer richting Zuid kan omrijden via de Erasmusbrug. In Prinsenland worden de tramsporen gedeeltelijk vervangen. Hierdoor is de Prins Alexanderlaan komend weekend gedeeltelijk afgesloten. De afsluiting is vanaf het Kapelseplein tot aan de Jan van Tilburgstraat en duurt van zaterdagmiddag 4 uur tot maandagochtend 6 uur. De omleiding loopt onder meer via de Abraham van Rijkenvorselweg en de Schenkelse Dreef. In Kralingen wordt een nieuwe rotonde aangelegd. Om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer te verbeteren, wordt de kruising van de Boezemlaan en de Kralingse Plaslaan met het Lange Pad en de Karmelweg aangepakt. Vanaf maandag 17 november is de Boezemlaan hierdoor vanuit westelijke richting afgesloten. Het verkeer kan omrijden via de Boezemstraat, de Goudse Rijweg, de Oude Dijk en de Korte Kade. Van oost naar west blijven de Kralingse Plaslaan en de Boezemlaan wel bereikbaar. Het verkeer vanaf het Lange Pad kan altijd rechtsaf de Boezemlaan oprijden. De werkzaamheden staan gepland tot en met 19 december. Kijk voor meer informatie op de website rotterdam.nl/rotondekralingen. In Rotterdam-Charloos is de kruising van de Bourgoense Vliet met de Van Blommesteinweg afgesloten door werkzaamheden. Het verkeer kan omrijden via de Frans-Bekkerstraat en de Verboomstraat. De omleidingen worden in de wijk aangegeven met de gele borden. Buslijnen 46 en 73 rijden een aangepaste route in de wijk. De werkzaamheden staan gepland tot begin december. Kijk voor meer informatie op de website ret.nl/omleidingen. Kijk voor meer informatie over de bereikbaarheid van Rotterdam op onze website rotterdam.nl/onderweg. Dit was Rotterdam Onderweg. Tot volgende week.